De 59-jarige Marcel Fong Tin Yun heeft gisteren de 62-jarige Ivy Hirasing door het hoofd geschoten en getracht de hand aan zichzelf te slaan. Het voorval vond plaats aan de Poseidonstraat. De politie van Geiersvliet kreeg het bericht dat zich in een voertuig langs de weg een slachtoffer met een schotverwonding bevond. De wetsdienaren constateerden op de plek des onheils dat het om een geval van moord ging. Het levenloze lichaam van Ivy is achter het stuur van haar voertuig aangetroffen. Marcel, die zelf door het hoofd moet hebben geschoten, bevond zich ook in het voertuig. Hij is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat Marcel, die beveiligingsman bleek te zijn, de vrouw met zijn dienstwapen door het hoofd heeft geschoten, waarna hij zichzelf door het hoofd schoot. De ingeschakelde arts stelde de dood van de vrouw vast. Het motief van het geval is vooralsnog onbekend. Het ontzielde lichaam van de vrouw is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor lijkschouwing in beslag genomen. De politie van Geiersvliet heeft het onderzoek overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten van het KPS.